Eens kijken hoeveel. Ik weet niet of dit mijn kleur is. Het is wel echt nice. Er is heel veel kleding. En de achterkant is ook cute. Hey, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe kringloopvideo. Ik was vergeten om de intro op te nemen, dus ik neem de intro nu op. We zijn naar twee kringloopwinkels gegaan, namelijk Kringloop de Waarde in Utrecht en Kringloop de Arm in Utrecht. Ik zal sowieso de twee kringlopen hieronder in de beschrijving zetten met het linkje. Dus daar gaan jullie naar kijken. Ik was samen met mee. Aan het einde van deze video deel ik nog wat ik van de kringloopwinkels vond en wat ik uiteindelijk nog heb gekocht. Daar gaan we. Wij zijn in Kringloop de Waarde. Het is echt huge. Ik heb hier heel veel zin in. Kijken. Colbertje. Oh, wauw. Is het een pak? Ja. Prachtig. Maar ik weet niet hoe de broek valt. Hoor. Nee, €50. Oh, maar ik denk dat op dit rek sowieso wat... Maar wacht, als het mijn maat is dan... Oh, het lijkt me helemaal nieuw. Ja. Zie hoe je pak hem even in. En kijk, hij is op zich wel... Ja, die zag ik dus ook. Kijk, hij is op zich best wel een beetje breed. En qua lengte... Ik zie er wel. Ja, en als je de broek een klein beetje moet innemen, dat is wel een... Nee, dat heb jij ook altijd gehad. Als je een perfect pak vindt. In het zo ermee. Maar ik durf het niet zo goed in die mand te doen, want het is echt een beetje... Ja, dus dan was ook een grotere mand. We moeten nu al changen voor de mand. Hier zijn allemaal broeken. En daar waar ermee staat, allemaal rokken. Ik zie nog niet waar de rest is. Oh my god. Zoveel. Oh. En ik heb het gevonden hoor. Aan die kant. Top. Ik zoek eigenlijk nog een bruine leren jas. Maar dan zeg maar meer zo'n soort bruin. Dit is echt van vroeger. Niet de vibe. Misschien een leuk tassie. Je weet het niet. Oh, deze is wel heel mooi. Oh, wauw. Is wel mooi, alleen is heel lang weer. Ja, veel te lang. Dan moet ik hier een knoop in gaan maken. Shit. Moet je zien. Oh, Em, kijk hoe mooi bij je outfit. Hij is mooi hoor. Alleen, te lang. Helaas. Ik weet ook niet hoe duur de tassen zijn. Staat er precies niet op. Ik vind het wel helemaal leuk. Dus kijk hoeveel. Oh my god. Dit zijn dus allemaal vrouwenkleding. Ik weet niet waar ermee is. Ik zie het. Oh, sister. Kijk hoe vintage. Oeh. Zo cute, hè? Als je dit nou een beetje kropt. Dit is volgens mij gewoon cute. Alleen ik weet niet of dit mijn kleur is. Paars durf ik nooit zo erg aan. Maar we gaan hem gewoon passen, weet je. Ik vind hem wel, hij is heel mooi. Leuk lentekleurtje. Ja. Moet het toch een beetje oud... Of our comfort zone. Hier heb je trouwens de paskamers. Dit is wel een tip van mij. Kijk bij het rek waar al gepast is. Wie weet, vind je daar ook nog iets? Best een cute jurkje. Het zou toch wel leuk zijn als we een leuk jurkje zouden vinden. Wil jij nog een petske? Nee. Oh, deze dan. Liever die, ja. Ja. En mee laat even zien, want ik kan er niet bij. Nou, ik kan er wel bij, maar... Dit is niks. Dit is dus niks? Nee. Nee. Toch kijken, hè? Ja, maar dit is iets... Deze kun je laten zien. Kijk hoe leuk deze. Alleen dit. Ja. Kees Shop. Kees Hop. Oh, Kees Hop. Garagedeur specialist. Ja. Dit moeten we niet hebben. Als in een andere taal zat, dacht je, oh leuk. Ja, wauw. Oh, in mandje. Nee. Anyways. Ik vind deze kringloop heel fijn, want hij is rustig. Iedereen laat je een beetje met rust. Er is geen muziek. En er is heel veel kleding. Ik weet nou niet of er ook home dingen zijn. Ja. Aan de andere kant. Ja. Ze kunnen daar ook nog wel even kijken. Zeker. Maar ik zoek dus lente dingen. Ik heb een trui gevonden na... En een, oh, ik heb ook nog deze gevonden. Beetje zo'n boho vest. Ook misschien wel leuk.
En dan dus dat pak. Echt handig. Ik heb dus mijn mini-statiefje mee. En ik heb jullie op een rek opgehangen. Helemaal top. Ik vind het alleen niet heel overzichtelijk. Maar het is echt allemaal ertussen gepropt. Deze zijn super cool. Oh my god. Kijk die punt dan. Love it. Nice. Ik heb alleen geen idee hoe duur deze schoenen allemaal zijn. Oké, tijd om te passen. Oké, ik heb een boho vestje aan. Ik vond het leuk, want kijk, heb ik zo'n wijde mouw. Ja, ik vind de arm ook leuk. Maar kijk, ik heb nu een col aan. Ja. Dus als ik een topje aan zou doen, dan zou het een hele andere beachy vibe zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik denk dat je de rug niet mooi vindt. Er zitten een paar rare vormpjes op de rug. Oh ja. Ik denk dat je dat niet super vindt. Kijk hoe leuk. Ik heb hem dus onder mijn BH even gedaan. Maar ja, helemaal leuk. Hij past perfect. De kleur staat heel mooi. Ik heb niet een paarse trui of iets. Ik hoop echt dat er geen vlek op zit of zo. Nee. Vet retro. Nou. Nah. Leuk man. Helemaal leuk deze. Yay. I like. Oké. Ik heb dus echt niks paars. En ja, ik vind het helemaal leuk. En dan zo cropped. Dit wordt nu al een van mijn favoriete truien. Ik weet het nu al. Hij prikt ook niet. Helemaal cute. Dit is me toch een vondst. En echt een lenskleur. We gaan naar het pak. Ik ben heel benieuwd. Eén deel van het pak aan. En dat is dus de blazer. En die past, hij is een beetje wijd. Jongens, dit is het pak. En meet hem vast. Want hij is wel een beetje te groot. Een beetje heel erg. Maar ik wil toch even de vibe laten zien. Ja, het is wel echt nice. Hij is wel groot. Laat het los. Joejoe. Dus ja, kijk, hij is dus een tikje te groot, weet je? Ja, het is heel nice als ik het zou laten innemen. En ik zei tegen hem mee van, ja, en mensen dus, het wordt niet mooi, dat weet ik. Maar kijk, ik zou nooit deze broek zonder dit jasje dragen. Dus op zich zie je dat al niet, weet je wel. Zeg maar zo, zie je, en dan... Ja, het is, kijk, het staat je daar heel mooi, maar dit wordt gewoon niet mooi. Kijk, kan... weet je, dit was het. 50 euro is het niet waard in ieder geval. Arme rug. Stel, hij is niet zoveel te groot om net als deze broek zo'n elastiek. Want ja. Kijk, hij zit niet open aan de achterkant. Dat is ja. Een van de enige broeken. Maar dit kan niet gefixt worden tot dit. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Oh, hij heeft wel een riem. Maar nee. Vind jij het dan 50 euro waard? Nee. Ik zou het ook niet doen hoor. Nee. Echt zo leuk. We werden net aangesproken door een kijker. Ik vind dat zo leuk. Echt, als je ons ziet, spreek ons aan. Echt, it makes our day. Een sangria ding. Dat vind ik zo leuk. Oh, kijk nou! Zou je dan de vrouw nemen? De man. Ik ben blij. Trouwens, allebei. Ik heb de trui gekocht en de twee beeldjes. En mee heeft helaas niks gevonden. En ja, ik vond de kringloop, hij had heel veel potentie. Ik denk ook zeker dat ik dan over een paar maanden wel weer terug zou gaan om te kijken of ze niks nieuws hebben. Alleen het viel best wel tegen. Ze hadden heel veel keus, maar net niet voor ons. Ik word helemaal maar overgetrokken. We gaan de verkeerde kant op. What the fuck? Dus zullen we gaan lekker Utrecht stad in en daarna gaan we naar de tweede kringloop. Jongens, dit ziet er toch uit. Avocado. Oh, kijk nou. Quesadillas. En? Oh, wat is er? Lekker. Teringpittig. Oh, nou wel lekker. Heerlijk. Kijk nou, het zonnetje schijnt. Kijk nou, luxe. Dit is de tweede kringloop. Dit is een soort van hal. Dit is dus kringloop de arm. En, oh, ik heb hier helemaal zin in. Deze zijn leuk. Wauw, oh, het is van Zara. En deze is echt super mooi. Van Zara. Maat 41. Het is echt onder deze auto. Ja, ik draag alleen niet deze hoogte, maar ik vind ze super mooi. Ze zijn heel mooi, hè? Ik zie net deze jumpsuit. Echt heel mooi, maar het is dus een maat 36. Alleen, hij lijkt een beetje groot voor mij. Dus helaas. Wat is dit?
Oh, dit is leuk. Denk ik. Ik vind het echt heel leuk. Kijk hoe apart deze is. Wauw. Als je dit bijvoorbeeld bij mijn spiegel en dan zo omheen. Dat is best wel cute hoor. Ik weet het niet. Zoveel. Oh, deze zijn echt heel leuk. Pak airco'tje. Zo, wat een spiegel. Ja, maar die hoort dus zo op de muur. Ja. Dat is dan de bovenkant. Ja, precies. Oh, wauw. Wel echt een hele grote ruimte. Heel die poppen allemaal daar. Zie dat daar? Oh, wow. Heb je het niet gezien, hè? Nee, heb ik niet gezien. Er is blijkbaar dus een loopbrug daar. En er zijn dus nog 3 zalen. Alleen om het kantoording en slaapkamer. Dus ik weet niet of we daar nog gaan kijken. Maar eerst even passen. Dit is het topje. En hij zit echt super comfortabel. Ik denk dat ik deze wel ga nemen. Hij is heel zacht. En de achterkant is ook cute. Zoals ik aan het begin van de video aangaf, wilde ik nog delen wat ik van bij de kringlopen vond. Zoals je kan zien heb ik natuurlijk mijn paarse truitje gekocht. En ja, ik ben echt super blij mee. Ik had hem echt gelijk in de was gedaan. En ik heb hem nu gecombineerd op deze broek. Deze heb ik in een vintage winkel ook gekocht. Ik vind het wel heel erg leuk, die kleurcombinatie. En dan met gouden oorbellen. Ik vind het wel echt een lookje. Daarnaast heb ik nog het zwarte truitje. Aan het einde heb ik ook nog gekocht. Die vond ik ook echt super leuk staan. En ik wilde hem gewoon meenemen. Ook met dat mooie detail aan de achterkant met die strik. Hij zit nu in de was, dus ik laat hem daar ook lekker. Jullie hebben hem net gezien. En kom maar even mee. En ik heb de 2 beeldjes meegenomen. Ik moet daar nog even een goed plekje voor vinden. King de Waarde heeft 3,9 sterren op Google Reviews van de 5. De kringloop had super veel potentie en er zat heel veel spullen in. Ik vond het ook leuk. De medewerkers waren ook echt heel aardig. En ik zou er zeker ook nog wel een keer heen gaan. Het was gewoon, denk ik, geluk dat ik dan dit truitje vond en de 2 beeldjes. Ja, verder was er niet echt iets naar onze smaak. Dus dat was wel jammer, want ja, het waren gewoon echt heel veel spullen. Dus ik zou die kringloop zeker aanhalen. Ik zou het ook wel een 3,9 qua ster geven, net als de meeste reviews. Vervolgens zijn we dus naar Kringloop de Arm Hooggraven geweest. Ik weet dat je 2 vestigingen hebt van Kringloop de Arm. Wij zijn dus naar Hooggraven geweest. Nou, het is Verlengde Hooggravense Weg. En deze heeft 4,2 van de 5 sterren. Maar er zijn maar 5 reviews gegeven. Deze kringloop zou ik niet zo snel weer heen gaan. Ook hier was het best wel groot. Het enige wat ik fijn vond is dat alles op maat hing. Dat was op zich wel fijn en handig. Vooral bijvoorbeeld bij broeken. In een kringloop waarbij ze dat niet doen, zit je toch alle maten te kijken. En dan in de hoop dat je je maat vindt. Ik heb zelf maat 34. Dus dat is toch altijd wel lastig voor mij om een broek te vinden. Dus dat was chill. Het was ook niet zo druk. Ze hadden best wel veel spullen, maar ook daar was het meer een kwestie van smaak. En ze hadden best wel veel meubels. Dus als je meubels zoekt, dan zou ik zeker daarheen gaan. Wij zochten nu geen meubels, dus ik ging natuurlijk voor lente outfits. Als je naar meubels op zoek bent, dan zou ik zeker daarheen gaan, want ze hebben dus 4 zalen dus in totaal. En ze hebben dus ook zo'n loopbrug naar de 3 andere zalen wat ik aangaf. En ja, wij zijn daar uiteindelijk niet meer geweest. Want we waren ook wel een beetje moe van de eerste kringloop. En we waren gewoon een beetje klaar mee. We zijn toen weggegaan. En May heeft ook volgens mij niks gekocht. Of had ze nog wel 1 ding gevonden? Ja, ze had wel iets gevonden. Moet je maar even kijken bij haar in de vlog. Ik vond het wel erg leuk om 2 nieuwe kringlopen te zien in Utrecht. En Utrecht blijft gewoon echt een hele leuke stad. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel in een nieuwe video. Bye.